Welkom bij de tweede workout die ik samen met jullie ga doen. Dat je thuis moet zitten is natuurlijk heel vervelend, maar het is niet de bedoeling dat we stil gaan zitten. We moeten juist in beweging blijven, zodat we ons lekker fit gaan voelen. Wat ik met jullie vandaag ga doen is de ab workout. We pakken alle spieren van de buikspieren. Dus we gaan zo meteen 5 minuten aan de slag. We hebben 5 verschillende oefeningen die we elk 1 minuut volhouden. Daarna krijgen we nog een keer hetzelfde rijtje aan oefeningen. Doe een half minuut en dan sluiten we telkens af met een plank. We beginnen met de volgende oefening. En dan pak ik heel even mijn timer erbij. Dat is een honger. Oké. Juist. We beginnen met de high crunches. En dan pak ik er nog een keer bij. Bij de high crunches mag je je voeten plat op de grond zetten. Als het lekker stevig staat, zet ze iets dichter bij je lichaam. Dan strek je je armen uit, zodat je handen boven je schouders staan. Wat we zo meteen gaan doen, is dat je je schouderbladen van de grond aftilt. En dan hou je even vast. Kom je weer terug, leg je je schouderbladen weer neer. Dit doen we een hele minuut. De tijd gaat nu in. Mocht dit te makkelijk voor je afgaan, dan zou je eventueel ook nog een schijf kunnen pakken. Als je die thuis hebt liggen toevallig. Niet dus. Of gewoon iets met gewicht. Een fles met zand kan je bijvoorbeeld vullen. En dan haal je de fles met zand boven je uit. Goed spanning op de buik zetten. Oké, de minuut is voorbij. Corona. De volgende die we gaan doen zijn leg raises. Bij de leg raises mag je eventueel je handen ondersteunen bij je billen. Voor de mensen die last hebben van hun onderrug bijvoorbeeld. Die vaak een holle onderrug trekken, mogen een beetje smokkelen door de handen iets dichter bij de billen te plaatsen. Wat je doet. Je houdt je hoofd boven de grond, zodat je spanning levert op je buikspieren. Dan ga je hakken van de grond af. Trek je benen omhoog. En dan zak je rustig omlaag, zonder dat je hakken op de grond komen. Ook dit doen we een hele minuut. Let erop dat je je benen niet overstrekt, maar licht gebogen houdt. En dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, en start! Mocht je last krijgen van je nek omdat er te veel spanning op staat, leg je hoofd dan rustig op de grond. Helemaal niet erg als je buikspieren maar goed aangespannen houdt en contact probeert te houden met je onderrug op de grond. We zijn er bijna. Die we gaan doen zijn flutter kicks. Flutter kicks, dat is het heen en weer trappelen zoals we die kennen. Kom je een beetje in dezelfde positie. En mag je je handen naast je billen plaatsen. Handen naast je billen plaatsen. Wat je doet, is dat je heen en weer trappelt. Zonder dat je je benen helemaal op slot zet. Dus je houdt je benen licht gebogen.
Starten we in 3, 2, 1. Handen naast je billen. Spanning op je buik. Korte bewegingen maken. Heen en weer trappelen zonder dat je hakken op de grond komen. Blijf doorgaan. Mocht dit te zwaar worden, mag je ook je handen iets achter je neerzetten. En dan til je telkens 1 been op. Maar eerst op de normale versie. Blijf pushen. Wordt het te veel, mag je even pauzeren. Oké, ik heb dat nodig. Nog 10 seconden. Drie, twee, één. Oké. Je mag je voeten schouderbreedte plaatsen. Voeten plaatsen iets dichter bij je billen. En dan lig je met je onderrug op de grond. Schouderbladen komen van de grond af. Wat we gaan doen, is dat we onze handen voor ons uitstrekken. Dan draaien we langzaam naar links. Dan tik je met je hand je linker enkel. Draaien we naar rechts, doe je precies hetzelfde met rechts. Het is dus belangrijk dat je die zijkant goed aanspant. Dus je draait van links naar rechts vanuit je core. Oké, timer er weer bij. Doen we deze oefening ook weer 1 minuut. Starten we in 3, 2, 1, let's go! Probeer 1 tempo te vinden waarin je het een minuut gaat volhouden. Goed je buikspieren aan blijven spannen. Oké, tijd is voorbij. Gaan we door naar de laatste oefening. Even kijken. Ja. We leggen de armen naast ons lichaam neer. Ik kan hem aanhouden voor de timer. Oké. Leg je hoofd lekker op de mat. Op de mat gaan liggen. Wat je dus thuis kan gebruiken zijn een paar handdoeken op elkaar, zodat je rug iets ondersteuning vindt op de grond. Dus als je lekker tapijtje hebt, dan is er niks aan de hand. Leg je armen naast je neer, zodat je een beetje tegendruk kan geven zometeen. Wat we gaan doen is dat we onze knieën optrekken. Benen in een hoek van 90 graden, draaien van links naar rechts. Dit gaan we continu afwisselen. Dan is het belangrijk dat je over je onderrug rolt. Ja? Oké. Starten we in 3, 2, 1, let's go. Spanning op je buik zetten. Hou vol, we zijn er bijna. En ik rol heel langzaam van mijn matje af. Yes.
Time is up. Oké. Wat we zo meteen gaan doen. In midden zitten. Wat we zo meteen gaan doen. We gaan zo meteen weer bij de eerste oefening beginnen. Dus die high crunches waarbij je armen op schouderhoogte houdt en omhoog komt. Die gaan we afwisselen met een plank. Dus het rijtje aan oefeningen die jullie net hebben behandeld, doen we nu in plaats van een minuut, een halve minuut. Die halve minuut sluiten we af met een halve minuut plank. Dus in totaal een hele minuut. We beginnen met de high crunch. Daarna volgt dus de plank. Ik ga eerst één keer de plank voordoen, zodat jullie een beetje een idee hebben waar jullie op moeten letten. Dan kunnen we zo meteen gelijk in één stuk door. Je zet je onderkant van je tenen op de grond. En de bogen gaan om je schouders. Wat een veel voorkomende fout is, is dat mensen gaan doorhangen in de onderrug. Let daar heel goed op. Je kan er blessures aan overhouden. Dus je heupen die kantel je iets naar voren. Hiermee creëer je dus ook meer spanning op je buikspieren, waardoor de oefening nog effectiever wordt. Ja? Navel goed intrekken. Spanning op die buikspieren. Oké. Ik geloof dat we dit wel kunnen. We beginnen dus met de eerste oefening. Zet je voeten weer plat op de grond. We hebben dus weer een halve minuut high crunches, aaneensluitend met een plank. Oké. Komt ie aan in 3, 2, 1. Let's go! Handen boven je schouders. Telkens even goed vasthouden. Oké. Gelijk door met de plank. 3, 2, 1, start. Trek die navel goed in. Spanning op je buikspieren. Nog 20 seconden. Hou vol, nog 10. Drie, twee, één. Yes! Gaan we door met de leg raises. Laat je handen weer naast je billen. En leg aan. 30 seconden. Moet een klein stukje uit elkaar. Benen niet overstrekken. Hakken boven de grond, niet op de grond. En door met de plank. Let's go. Laatste 10. Kom op. Lukt het echt niet meer, dan mag je vanaf je knieën verder. We hebben natuurlijk wel een hoop gedaan. Maar goed. No pain, no gain. Gewoon doorzetten. Oké, gaan we doen naar de derde oefening. Flutter kicks. Oh, nou druk ik een timer weg. Dat is een beetje jammer. Oké, komt ie aan. Flutter kicks. Dus kleine schopjes omhoog. 3, 2, 1, let's go. Benen niet overstrekken. Wordt het te zwaar? Neem even pauze. Daarna gelijk weer doorpakken, want we willen die hele workout afmaken. Ja. Oké, komt weer aan. De plank. 3, 2, 1.
Nog 10 seconden. Hou vol jongens. Come up. 3, 2, 1. Oké. Gelijk door met de toe taps. Voeten gaan een stukje bij je lichaam. Dus dicht bij je billen. Hakken, schouderbreedte. En dan gaan we weer onze armen strekken van links naar rechts. 3, 2, 1, start. Schouders van de grond af. Goed spanning op je buikspieren. Oké. Plank. 3, 2, 1, go. Nog 15 seconden, zijn op de helft. Armen gaan weer een stukje uit elkaar. Trek je knieën in tot een hoek van 90 graden. Gaan we weer van links naar rechts roteren. Spanning op je buik. Hoofd van de grond. Start weer in 3, 2, 1. Let's go. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Sluit af met de plank. Laatste keer, jongens. We zijn er bijna. Daar gaan we lekker instrekken. 3, 2, 1. Kom. Maak Melanie trots. Oké. Hou vol. 20 seconden. Laatste 10. Kom op. Doorbuiten. We zijn er bijna. 5, 4, 3, 2, 1. Hoppa. Klaar. Heel goed. Oké. Dan als laatste gaan we nog een beetje rekken en strekken. We hebben natuurlijk de buikspieren verkort omdat we krachttraining hebben gedaan. We hebben natuurlijk ook wat meer rek nodig. Oké. We gaan als eerste naar de ab stretch. Dan mag je je handen onder je schouders plaatsen. Knieën onder je heupen. Dan duw je heupen naar voren. Dan kijk je omhoog. Neus in je mond uit. Goed blijven doorademen. Een paar seconden vasthouden. Billen naar achteren, handen laat je in deze positie staan. Je billen die komen een beetje tussen je voeten in. Je legt je voorhoofd op de grond, schouders goed omlaag duwen. Ontspan jezelf. Blijf rustig doorademen, neus in. Je mag weer een klein stukje omhoog komen. Zodat je handen weer onder je schouders komen te staan. Wat we gaan doen is dat we onze rug helemaal hol maken. En dan trekken we onze navel in, maken we onze rug helemaal bol. Dat ga je een paar keer voor jezelf afwisselen. Alles op eigen tempo. Je hoeft niet mee te gaan in mijn tempo. Niet dat dat zo denderend is.
Voor de volgende oefening. Leg je benen lekker op de grond. En vervolgens verplaats je je linkerbeen over je rechterbeen heen. Dus die komt naast je rechterknie te staan. Dan draai je met ons bovenlichaam naar links. Je rechterarm die haak je in op je linkerknie. Dan mag je je borst goed omhoog houden, rug recht. Dat je de buikspieren goed op kan rekken. Laat rustig ademen. Hou even vast. Gaan we door naar de andere kant. Rechterbeen over je linkerbeen heen. Draai je bovenlichaam naar rechts. Borst goed omhoog. Haar uit je mond. Rustig ademen. En als laatste. Kom even in de kleermaker zit. Leg je arm in deze, op deze manier in je beenopening. Dan gaat je rechterarm over je heen. Dan mag je even rustig ademen. Voel je strek op je laterale spieren. Dan doe naar de andere kant. Oké. Dat was hem voor vandaag. Ik wens jullie nog heel veel succes. Ga vooral veel leuke dingen doen. Ga naar buiten. Voor wat frisse lucht zal je goed doen. En blijf vooral bewegen. Dus volg onze workouts. Gewoon thuis lekker oefenen. En wanneer we weer open zijn, kunnen jullie weer rammen in de gym. Succes!